zat vorig jaar bij meester Christophe in de klas, maar nu zit ik in het eerste middelbaar. Ik mis meester Christophe omdat hij mij heeft geholpen met heel veel moeilijkheden die ik had. Hij heeft mij veel motivatie gegeven. Allee, die snapt ons ook echt en die probeert daar echt voor te stellen hoe dat wij ons voelen. En toen ik in een andere klas zat, toen was het eerste jaar dat ik werd gepest. Maar de meester die zorgt daar echt wel voor dat stopt, dat gewoon... En nu is dat echt veel, veel, veel beter. Als kinderen in mijn klas komen, dan denk ik altijd dat het belangrijkste is dat ze zich op de eerste plaats goed gaan voelen. Een kind kan in mijn ogen pas goed functioneren als hij weet van, voel mij goed in de klas. Als er iets is, ik kan er eens terecht. Als een kind dat welbevinden heeft, dan gaat het pas leren. Meester Christophe heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik meer praatte met mensen en zo, omdat ik eigenlijk altijd vrij stil was in de klas. En eigenlijk vanaf het zesde leerjaar ben ik meer beginnen lachen in de klas en zeggen wat ik dacht en meer zo mopjes maken en zo. Dankzij Christophe heb ik iets meer zelfvertrouwen om zo meer dingen te durven. Dankzij hem durf ik zo meer out of the box denken. Ben ik zelf zekerder om dingen anders aan te pakken. Ja, de projecten durven aan te gaan. Overal zoekt hij wel iets wat dat voor ons dan nog eens een uitdaging is. Als ik voor de klas sta, dan wil ik altijd graag nieuwe dingen doen. Er zijn zoveel nieuwe media en spullen dat je zou kunnen gebruiken, waardoor dat de kinderen eigenlijk nog beter naar zichzelf leren kijken, hun eigen talenten kunnen ontdekken, of soms ook zaken ontdekken waarin dat ze zeggen van, hier heb ik het moeilijk mee. Hij heeft toch wel een blijvende indruk achtergelaten bij mij. En ik het eigenlijk gewoon heel fijn vind dat als mijn dochter met iets zit, zij gewoon terecht kan. Al is dat gewoon maar even één zinnetje of één babbelke en die kan daar weer tegen. Dat is een wereld van verschil. Zijn hoofdbekommernis was bij hem, ik wil dat Kaat zich goed voelt in de klas en haar welbevinden was zo belangrijk voor hem. Dat was een aspect waar wij eigenlijk minder aan gedacht hadden. En hij heeft dat op een ongelooflijk goede manier gedaan. Hij beseft nu goed dat hij dat eigenlijk doet en hoeveel hij wil te maken hebben met zijn leerling en hoe dat hij daarin opgaat. Ik vind dat elke leerling wel zo'n leraar verdient als meester Christophe.